Dag allemaal, welkom bij deze 7 Talk editie van onze Google for Education SOFA sessies. Mijn naam is Kroes Youssefi en ik ben verantwoordelijk voor Google for Education Benelux. Het idee achter onze SOFA sessies is om schoolleiders, leerkrachten en IT'ers meer inzicht te geven binnen Google for Education door verschillende thema's en onderwerpen aan te kaarten. Vandaag ligt de focus op privacy en security. Een zeer relevante topic en een topic waar veel vragen over gesteld worden. Beveiliging is de basis van alles wat we doen binnen Google. Daarom bespreken we vandaag 3 belangrijke privacy en security onderwerpen. 1. Hoe zorgen wij ervoor dat de school controle behoudt over zijn data? 2. Hoe zorgen wij ervoor dat de school eigenaar blijft van zijn data? En als laatste, hoe zorgen wij ervoor samen dat digitale leermiddelen technisch veilig zijn en aan de regelgeving voldoen? Gelukkig hoef ik dat vandaag niet alleen te doen, want ik ben hier samen met een aantal collega's. Kim, Koert en Björn. Kim en Koert zijn hier in de studio en Björn zal via Google Meet deelnemen. Team, zouden jullie zelf even kunnen voorstellen? Ja, zeker. Dankjewel, Kroes. Mijn naam is Kim van Veenendaal en als adoptieprogrammamanager bij Google for Education Benelux zorg ik er samen met onze partners, trainers en gebruikerscommunity voor dat Google Workspace zo goed mogelijk wordt ingezet om het onderwijs optimaal te ondersteunen. Zelf heb ik ruim 10 jaar voor de klas gestaan en daarnaast was ik ook werkzaam als ICT-coördinator bij de Stichting voor Basisonderwijs in Nederland. Hey Kroes, Kim, Björn. Fijn hier te zijn. Ik ben Kurt Trommels. Ik ben eindverantwoordelijke voor de publieke sector in België en Luxemburg. Naast onze overheden, ziekenhuizen en zorgverleners en alle andere publieke instellingen te ondersteunen met hun digitale uitdagingen en transformatie, is onderwijs en vorming een bijzonder belangrijke pijler binnen mijn verantwoordelijkheden en bij uitbreiding bijzonder belangrijk voor Google. Ik heb een zoon die op de universiteit zit. Ik heb een zoon die in het secundair onderwijs zit, met als gevolg dat ik zowel professioneel als privé bijzonder veel belang hecht aan het creëren en ondersteunen van een veilige en faciliterende leeromgeving. Vandaar dat ik vandaag verheugd ben om hier de kans te krijgen om deze zaken samen met jullie te grond te bespreken. Hallo allemaal en bedankt voor deze uitnodiging. Mijn naam is Björn de Bakker en ik ben een customer engineer binnen hetzelfde team als Kurt, waar ik mij voornamelijk concentreer op de publieke sector in België en Nederland. Op technologisch vlak ligt mijn expertise binnen infrastructuur op networking, security operations, infrastructure as code, application modernization zoals containerization Kubernetes, Google Workspace en Google Workspace for Education. Binnen mijn persoonlijke vriendenkring heb ik ook vrienden die in het onderwijs staan, dus is het altijd interessant om te zien met welke uitdagingen zij geconfronteerd worden en hoe we daar met Google Workspace for Education een antwoord op kunnen bieden. Ik ben daarom blij dat ik daarom de kans krijg om hier vandaag bij te zijn. Dankjewel, team. Ja, we beginnen vandaag eerst met de uitdagingen en vragen die veel scholen hebben rondom privacy en security. Daarna zal Koert, onze cloud manager, vertellen over hoe Google naar privacy en security kijkt en waarom het zo belangrijk voor ons is. Na Koert zal Björn, onze cloud engineer, dieper ingaan op hoe Google for Education ervoor zorgt dat scholen in een veilige leeromgeving kunnen werken. En als laatste zal ik samen met Kim door een aantal vragen gaan die vaak door scholen gesteld worden. Digitalisering op school vindt in een razend snel tempo plaats. In Nederland is het al een tijd bezig en we zien een grote digitale transformatie die op dit moment in België plaatsvindt. Naast de vele spannende en innovatieve projecten is het natuurlijk net zo belangrijk dat dat in een veilige digitale leeromgeving gebeurt. En we moeten natuurlijk rekening houden met lokale en Europese regelgeving zoals de AVG. De vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Hier proberen we vandaag meer duidelijkheid over te scheppen. De AVG bestaat uit een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de school en de dienstverlener. Wat Google betreft is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen de controle hebben en de eigenaar zijn van hun data. Het is belangrijk om te vermelden dat school contractuele accounts gebruikt op hun eigen domein. Hoewel de diensten die we aan scholen verlenen misschien vergelijkbaar zijn met de diensten die we aan de consumentenmarkt leveren, werken ze in praktijk compleet anders en vallen ze onder hele andere servicevoorwaarden. Er zijn 3 belangrijke punten. De school is altijd de eigenaar van de data. De school is de controller van de gegevens en bepaalt zelf het beleid. Er wordt absoluut geen informatie uit de core services in Google for Education gebruikt voor advertentiedoeleinden. We werken er voortdurend aan om onszelf te verbeteren. En om voor het onderwijsinstellingen makkelijker te maken om de regelgeving te volgen bij het gebruik van onze producten. Zo hebben we recent een nieuwe website gelanceerd die het eenvoudiger maakt om actuele informatie terug te vinden en nieuwe tools gelanceerd zodat scholen nog meer controle hebben over hun eigen data. Daarnaast werken we ook samen met lokale en Europese autoriteiten
om zo te voldoen aan alle regelgeving. We werken ook nauw samen met onze partners in Nederland en België, zodat wij scholen technisch en deskundig verder kunnen helpen met hun instellingen en securityvragen. Meer digitale middelen in de klas betekent natuurlijk ook meer digitale verantwoordelijkheid. Geëist wordt van IT'ers, schoolleiders, leerkrachten, ouders en dienstverleners. En zorgt natuurlijk ook voor meer vragen. Voldoen de apps die wij in de klas gebruiken wel met ons IT-beleid en de wetgeving? Hebben wij onze security settings wel op orde? Heeft onze school überhaupt een duidelijk IT-plan als het op privacy en security aankomt? Hoe navigeer je als school door deze complexe systemen en vraagstukken? Dit zijn allemaal vragen waar scholen mee zitten. Maar ook voor ouders zijn dit belangrijke thema's geworden. Door de snelle digitalisering zijn ook de aantal cyberaanvallen op scholen hard gestegen. Vorig jaar met maar liefst 25%. En als we dit allemaal weten, dan spreekt het voor zich dat privacy en security zeer belangrijke onderwerpen zijn voor Google for Education. Hiervoor schakel ik dan ook over naar Koert, onze cloud manager. Koert, zou je ons mee kunnen vertellen waarom veiligheid zo essentieel is binnen Google for Education en hoeveel scholen hierin ondersteunen? Graag zelfs. Bij Google for Education zijn we ervan overtuigd dat een veilige digitale leeromgeving van fundamenteel belang is voor uw schoolgemeenschap, campus en of uw leeromgeving. Iedereen in die gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens privé en veilig zijn. Google heeft heel wat applicaties die elke dag meer dan 1 miljard gebruikers hebben, zoals Search, Play, Chrome, YouTube, Maps, Android, Photos, Drive en Gmail. Met meer dan 6 miljoen bedrijven die Workspace hebben, maandelijks meer dan 2 miljard actieve Workspace-gebruikers en onderwijl meer dan 140 miljoen licenties voor leerkrachten en studenten op Workspace for Education is dat een key element. Daarom zorgen we ervoor dat al onze producten en diensten voldoen aan de hoogste normen en voorschriften op het gebied van veiligheid en privacy. De hulpprogramma's van Google Workspace for Education bevatten geen advertenties en bevatten ook geen spam. Ze zijn beschermd tegen cyberdreigingen. Ingebouwde beveiligingsmechanismen waarschuwen u als er iets mis is. Een gebruiksvriendelijke dashboard geeft u volledig inzicht in uw gegevens, toegang tot rapporten en controle over al uw instellingen vanaf één centrale plaats. En als uw omgeving specifieke beveiligheidsbehoeften heeft, kunt u eveneens upgraden naar Google Workspace for Education Standard of Plus voor meer geavanceerde beveiligingsmogelijkheden. Privacy is het onderwerp van een grootschalig en permanente inspanning bij Google, waarbij vandaag de dag meer dan 800 werknemers, de meeste in een technische rol, het grootste deel of eigenlijk heel hun tijd besteden aan privacy-gerelateerd werk. Onderwijs- en vorminginstellingen beheren hun gegevens en het is onze verantwoordelijkheid om die veilig te houden. En daarom bouwt Google en beheert Google zijn eigen veilige servers en platformen binnen het bijzonder veilige wereldwijde netwerk van eigen kabelinfrastructuur en onze eigen datacenters. Trouwens, leuk weet je, het tweede grootste datacenter van Google staat hier bij ons in België, wat uiteraard een bijzonder en unieke meerwaarde is voor onze klant. Daarnaast maken we het de beheerders heel makkelijk om de gegevensbeveiliging te bewaken en te beheren in hun beheersconsole. Google ondersteunt de naleving van industrieregels en best practices en onze services ondersteunen ook de naleving van de privacy- en beveiligingsvereisten van AVG of GDPR. We helpen gebruikers en andere belanghebbenden door duidelijke informatie te verstrekken over het privacy- en beveiligingsbeleid van Google. En we zetten ons in voor transparantie over ons beleid en onze praktijk op het gebied van gegevensverzameling. We hebben sterke contractuele verplichtingen en verwerken klantgegevens alleen volgens die expliciete overeenkomsten en instructies. We verwerken geen klantgegevens of servicegegevens om advertentieprofielen aan te maken of om Google Ads-producten te verbeteren en we verkopen zeker nooit klantgegevens of servicegegevens. Beveiliging en privacy voor iedereen is echt de kern van elke ontwikkeling van onze producten. Ik wil ons commitment in zaken gegevensbescherming als gegevensverwerker en ons commitment in zaak gegevensbescherming in de breedste zin opnieuw onderlijnen. Uw data is uw data. Onder het Google Workspace for Education Data Processing Amendment treedt Google op als een verwerker van persoonlijke gegevens van de klant die worden verwerkt, opgeslagen, verzonden of ontvangen door onderwijsinstellingen via onze Google Workspace for Education dienst. We verwerken deze gegevens namens hen en volgens hun instructies.
Alle gegevens die een klant en zijn gebruikers in onze systemen plaatsen, worden alleen verwerkt in overeenstemming met die instructies van de klant, zoals beschreven in onze gegevensverwerkingsovereenkomst. U als klant blijft steeds in controle. Alle medewerkers van Google moeten een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen en verplichte trainingen volgen op het gebied van geheimhouding en privacy, evenals het onderschrijven van onze gedragscode. We weten ook dat sommige gebruikers zich zorgen kunnen maken na het recente Schrems II-besluit in juli 2020. Heeft toen ook de EU, het Hof van Justitie, het Privacy Shield ongeldig verklaard en was er op een gegeven moment enige rechtsonzekerheid over de toekomst van internationale gegevensoverdracht. Het Hof handhaafde echter wel de geldigheid van de Standard Contractual Clauses, maar werden deze wel onderworpen aan een risicobeoordeling en aanvullende maatregelen. De Europese Commissie heeft onlangs haar definitieve versie van de aanvullende maatregelen gepubliceerd. En die zijn afgestemd op de allang bestaande praktijken van Google Cloud, zoals encryptie, contractuele maatregelen en certificering. We hebben onlangs onze verwerkingsvoorwaarden bijgewerkt en aangepast om te voldoen aan die nieuwe clauses. En we hebben dan ook een whitepaper gepubliceerd waarin we de regels voor internationale gegevensoverdracht onder GDPR uitleggen en verduidelijken hoe dat Google de nieuwe contract clauses heeft geïmplementeerd. We horen soms van klanten dat ze zich zorgen maken over wat er gebeurt als we een verzoek zouden krijgen van de overheid om toegang te krijgen tot hun gegevens. Ik wil nogmaals de vijf principes herhalen waar we ons aan houden in het onwaarschijnlijke geval dat dit zou gebeuren. Ten eerste, we benaderen de klant rechtstreeks om hem te laten weten dat er een verzoek is ingediend. Ten tweede, elk verzoek wordt beoordeeld door een team van juristen. Ten derde, we proberen het verzoek te beperken of zelfs af te wijzen. We hebben duidelijke wegen om de rechten van de klant te waarborgen met inbegrip van de afwijzing van verzoek. Alvorens informatie te verstrekken, brengen we de klant op de hoogte, tenzij dit bij wet verboden is. En wanneer de klant zich verzet tegen het verzoek, staan wij samen met de klant zij aan zij. Als u meer wilt weten, kunt u ons Transparency Rapport raadplegen waarin het aantal verzoeken van de wetshandhavinginstanties en overheidsinstanties om Google klantgegevens worden bekendgemaakt en dat vrij online beschikbaar is. Samengevat, de veiligste manier om te leren is met Google for Education, omdat we ons houden aan de drie kernprincipes. Deze zijn standaardveilig, privacy by design en volledige controle over de digitale omgeving van uw school. Over enkele ogenblikken zullen we luisteren naar Björn, die dieper zal ingaan op de specifieke kenmerken van deze principes en u enkele voorbeelden zal tonen van hoe dit er in de praktijk uitziet, zowel in Workspace for Education als op Chromebooks. Dankjewel, Koert. We gaan dan inderdaad over naar Björn, die vanuit het Google-kantoor in Brussel deel zal nemen. Hallo allemaal en bedankt voor deze uitnodiging. Al onze producten en systemen zijn private by design. Dit betekent concreet dat onze systemen voldoen aan strenge privacynormen en deze worden regelmatig gecontroleerd op naleving door externe organisaties. Wij passen strikte beveiligingsprotocollen toe om de persoonlijke gegevens van uw school te beschermen en wij maken volledige transparantie van ons privacybeleid mogelijk. Beheerders hebben toegang tot auditlogs, waaronder Access Transparency Logs. Hierin wordt aangegeven wie, wanneer en waarom supportmedewerkers van Google toegang hadden tot de beveiligde omgeving van uw school en tot welke data zij toegang hadden. Er zit geen reclame in de kernservices van Google Workspace for Education en persoonlijke gegevens van studenten onder de 18 worden nooit gebruikt voor het richten van advertenties. Standaard zijn een aantal beveiligingen ingebouwd. Hieronder vallen beveiligingsupdates die automatisch worden uitgevoerd in de achtergrond, zodat het leren niet wordt verstoord. Gebruikers kunnen vertrouwen op ons toonaangevend wereldwijd netwerk dat is gebouwd met een meerlaagse beveiliging en grote pieken in aanvraag aan kan. Wij garanderen ook een uptime van 99,9%. Veel voorkomende beveiligingsproblemen worden automatisch gedetecteerd en administrators hebben de mogelijkheid om automatisch actie te laten ondernemen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn beveiliging tegen spammails, een toestel disabelen als iemand meerdere loginpogingen doet met een verkeerd wachtwoord, of beschermen tegen gebruikers die zich toegang proberen te verschaffen vanaf verschillende locaties. Standaardinstellingen in Google Search en YouTube beperken inhoud die mogelijk ongeschikt is voor leerlingen onder de 18. Beheerders kunnen deze instellingen aanpassen indien nodig. Het is belangrijk om te benadrukken dat je de volledige controle hebt over jouw omgeving.
U behoudt het volledige intellectuele eigendomsrecht over alle content in uw systeem en kunt instellingen aanpassen om de toegang en downloads te controleren. Bewaak en pas uw beveiligingsinstellingen aan met volledige zichtbaarheid vanaf het beveiligingsdashboard, waar beheerdersinstellingen kunnen wijzigen indien nodig voor volledige scholen, klassen of individuen, inclusief instellingen voor inhoud en browserfilters. Blijf op de hoogte met real-time waarschuwing, zodat u onmiddellijk kunt handelen als zich een incident voordoet. Bewaak uw activiteiten en risico's op het beveiligingsdashboard met rapporten die u kunt aanpassen aan wat u wilt zien. Kies ook uit een reeks upgrades om extra beveiligingsmogelijkheden toe te voegen voor uw unieke instelling. Laat ons eens een kijkje nemen naar een aantal specifieke voorbeelden van hoe Chromebooks en Google Workspace for Education u en uw gebruikers veilig kunnen houden. Voor gebruikers van Google Workspace for Education op Chromebooks zijn veilig browsen en veilig zoeken standaard ingeschakeld. Dit houdt gebruikers veilig bij het zoeken naar inhoud op google.com en bij het surfen op het web. Beheerders hebben ook de mogelijkheid om downloads te blokkeren of alleen het downloaden van content die Google gevaarlijk acht uit te schakelen. Het is belangrijk dat gebruikers hun accounts en gegevens veilig houden. Een wachtwoord is meestal de sleutel tot de inhoud en digitale identiteit van een gebruiker, dus hebben beheerders een aantal manieren om gebruikers twee-factor-authenticatie te laten implementeren op een methode die voor hen werkt. In Chrome kunt u het zelfs zo configureren dat een gebruiker wordt gedwongen om zijn Google-wachtwoord te wijzigen als hij het op een andere site opnieuw gebruikt. Dit om risico's van gegevensinbreuken te voorkomen. Beheerders hebben ook volledige controle over welke third-party sites gebruikers single sign-on kunnen gebruiken om zich aan te melden met hun Google-account. En met Education Plus kunt u zelfs de toegang tot bepaalde workspace-services beperken, bijvoorbeeld Google Drive, als gebruikers zich niet in het land bevinden of niet op een apparaat van de school werken. Workspace for Education Plus gebruikers krijgen ook toegang tot het Security Center dashboard, dat een volledig overzicht geeft van belangrijke beveiligingsstatistieken voor uw hele domein. U kunt bijvoorbeeld zien hoe de gegevens van uw domein extern worden blootgesteld via het delen van bestanden, of nagaan hoeveel berichten zijn gemarkeerd als potentiële phishing-aanvallen. Bovendien is het met de Investigation Tool ongelooflijk eenvoudig om onmiddellijk actie te ondernemen voor elk van deze bedreigingen, zoals het auditen en verwijderen van bestandspermissies of het verwijderen van berichten uit de inbox van gebruikers. Het is de moeite waard om te onthouden dat Gmail ongelooflijke sterke spamfilter, anti-phishing en malwarebescherming biedt voor alle edities van Workspace for Education. Er zijn een aantal configureerbare instellingen om berichten in quarantaine te plaatsen of gebruikers te waarschuwen voor domein- of gebruikersspoofing. Daarnaast is het ook mogelijk om de volledige URL achter links en afbeeldingen te laten zien. Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar er zijn nog veel meer veiligheidsfuncties beschikbaar. Als u Workspace for Education Standard of Plus hebt, kunt u ervoor kiezen om elke bijlage virtueel uit te voeren in een beveiligde privéomgeving, voordat deze wordt afgeleverd in de inbox van de eindgebruiker. Security Sandbox biedt een extra niveau van anti-malwarebescherming bovenop de conventionele detectie. Door een bijlage virtueel te openen in een beveiligde omgeving die de effecten op het doelbesturingssysteem kan analyseren, is het beter in staat om ransomware, geavanceerde malware die zich verspreidt via ingesloten scripts, zoals bestanden met macros of JavaScript-bestanden, en zero-day bedreigingen te detecteren. Het is echter ook goed om te onthouden dat er nog nooit een incident met ransomware is gemeld op Chrome OS. Ten slotte, voordat ik het woord teruggeef aan Kourosh, wil ik eindigen met een van mijn favoriete functies in Drive, namelijk data loss prevention. Wij weten dat veel scholen externe samenwerking bij hun bestanden mogelijk willen maken, met name voor personeel en leerkrachten. Ze zijn echter ook bezorgd over onbedoelde of kwaadwillige exfiltratie van gegevens. Data loss prevention geeft beheerders de volledige controle om regels in te stellen die automatisch specifieke inhoud in Drive gegevens detecteren, waarvan u niet wilt dat die uw domein verlaten. Deze kunnen dan ofwel volledig worden geblokkeerd, of er kan een waarschuwing worden gegeven aan de eindgebruiker om de inhoud te controleren voordat deze wordt gedeeld. Ik hoop dat ik jullie wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over de verschillende features in Google Workspace for Education. Ja, zeker. Dankjewel, Björn, voor het toelichten van alle mogelijkheden in Google Workspace for Education rondom privacy en security. Dan zijn we nu aangekomen bij het allerlaatste gedeelte van deze sofa-sessie over privacy en security, namelijk de Q&A. Indirect zijn de antwoorden al aan bod gekomen tijdens deze sessie, maar we gaan wat dieper in een aantal vragen. Kim, met jouw ervaring in het onderwijs en je huidige rol als adoptiemanager, Google for Education, heb je natuurlijk regelmatig gesprekken met scholen. Zie je bepaalde privacy en security vragen die vaak terugkomen?
Ja, zeker. Een aantal vragen zie ik inderdaad met regelmaat terugkomen als het gaat om privacy en security. Een vraag die bijvoorbeeld vaak gesteld wordt is of er profielen worden aangemaakt binnen Google for Education voor advertentiedoeleinden. Dat is een goede vraag. Nee, dat gebeurt zeker niet. En de kernservices van Google Workspace for Education worden nooit advertenties getoond. En er worden ook geen profielen aangemaakt voor advertentiedoeleinden. Voor aanvullende diensten gelden andere servicevoorwaarden. Ja, je hebt het dus over de kernservices en de aanvullende Google-diensten. Daar krijg ik ook vragen over. Hoe zit dat met die aanvullende diensten van Google Workspace? Ja, de kernservices van Workspace for Education zijn bijvoorbeeld diensten zoals Gmail, Google Calendar, Google Docs en Google Classroom. Dit vormt de basis van het educatieve pakket van Google for Education. Aanvullende services zijn diensten zoals YouTube en Google Maps. Hier gelden andere servicevoorwaarden. Maar wat ook belangrijk hier is, is dat de persoonlijke informatie van leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs nooit gebruikt wordt voor advertentiedoeleinden. Oké, dat maakt alles weer wat duidelijker, dankjewel. Een andere vraag die voorbij komt is of Google de data van haar gebruikers ook verkoopt. En wie is dan eigenlijk de eigenaar van de data? Ja, goede vraag weer. Nee, dit gebeurt zeker niet. Google for Education verkoopt nooit de data aan wie dan ook voor welke doeleinden dan ook. De school is de eigenaar van de data en Google is alleen de verwerker van deze data. Mooi. We hebben ook een aantal vragen binnengekregen over de naleving van de AVG. Zou je ons meer kunnen vertellen over de AVG-naleving binnen Google for Education? Ja, zeker. Google Workspace for Education voldoet aan zeer strenge privacy- en beveiligingsnormen. De school sluit een overeenkomst voor gegevensverwerking met Google for Education, wat een van de eisen van de AVG is. Het blijft natuurlijk belangrijk om altijd goede afspraken met elkaar te maken en om deze afspraken vast te leggen in het ICT-beleid. Björn en Koert hebben zo ook net ook hele mooie voorbeelden van gegeven. Ja, de juiste instellingen en goede afspraken zijn dus zeer belangrijk. Maar hoe weten scholen dat Google zich aan de naleving van de AVG houdt? Ja, goede vraag. De beveiliging en bescherming van privacy van gebruiksdata heeft bij Google echt de hoogste prioriteit. We nemen regelmatig deel aan audits die door derden worden uitgevoerd en we zorgen tegelijkertijd dat onze certificaten altijd up-to-date zijn en voldoen aan zeer strenge ISO-normen. In de afgelopen jaar hebben we ook nauw samengewerkt met autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming in verschillende landen, waaronder natuurlijk Nederland en België. Nou, duidelijk. En we zullen een aantal interessante links met jullie delen over die certificaten en de ISO-normen. Ja, dan heb ik eigenlijk nog een vraag aan jou, Kim. Nou, heel veel van die instellingen en overeenkomsten vinden boven school plaats. Maar wat kunnen eigenlijk leerkrachten zelf doen? Ja, goed dat je dat nog toevoegt als vraag. Want leerkrachten zijn absoluut enorm belangrijk. En vanuit hun rol hebben ze de mogelijkheid om leerlingen te helpen om een gezonde en positieve relatie met technologie te ontwikkelen. We zien die mediawijsheid op steeds meer scholen terugkomen als vak of geïntegreerd in eigenlijk alle vakgebieden waarbij technologie ingezet wordt. En omdat we leerkrachten willen ondersteunen terwijl ze leerlingen door die reeks van belangrijke technologiekwesties heen loodsen, hebben we voor leerkrachten een cursus ontwikkeld: Digitale Burgerschap en Veiligheid. Google werkt samen met leerkrachten om leerlingen te laten leren met kindvriendelijke content, grenzen te leren stellen en een gezonde relatie op te bouwen met technologie. Zo kunnen leerkrachten bijvoorbeeld ook lesgeven met het pakket voor internetveiligheid, de Internethelden. Internethelden is inderdaad een mooi voorbeeld. Volgens mij zijn we door alle veelgestelde vragen heen. Ja, dat waren ze inderdaad. We willen ook nog een aantal handige links en bronnen delen waar jullie terecht kunnen voor meer informatie en vragen rondom security en privacy bij Google for Education. We plaatsen ze in de omschrijving onder de video, dus klik vooral nog even door na de sessie. Vorige week is onze producttrainingreeks begonnen met praktische sessies voor leerkrachten en ICT-coördinatoren. De training van woensdag 1 december zal zich richten op privacy en security. Je kunt je nog steeds inschrijven via de link die nu in beeld verschijnt en de sessies die al geweest zijn, zijn on-demand beschikbaar. Tot slot zouden we het op prijs stellen als jullie het feedbackformulier willen invullen, zodat we weten waar we aan moeten werken in de toekomst. Nou, dat was het dan ook alweer vandaag. Björn en Koert, ontzettend bedankt voor jullie tijd, dat jullie vrij konden maken vandaag en ons een stukje wijzer hebben kunnen maken over hoe belangrijk privacy en security wel niet is binnen Google for Education. Ik wil ook jullie bedanken voor jullie deelname en hopelijk tot de volgende keer.